Het is donderdag 28 november en ik ben op de camperplaats Brasschaat in de buurt van Antwerpen. Nou, ik was gisteravond had ik een werkopdracht in Antwerpen en ik wilde natuurlijk mijn Pepmobiel ergens neerzetten. En toen kwam ik op Brasschaat, want dit is een gratis camperplaats, maar wel met stroom. 9 plaatsen zijn hier. Ik kijk, dat gaat tot achter die gele camper. Er zijn nog 2 of 3 plaatsen daarachter. En ik las ook dat je je toilet kunt legen en dat je je gijs water kwijt kunt. Ik weet nog helemaal niet waar, maar dat zal ik even uitvinden zo meteen. Kijk, dat zijn allemaal nog camperplaatsen, maar deze die zijn blijkbaar zonder stroomzuilen, zoals ik het hier zie. En waarschijnlijk kun je ook nog wandelen, maar daar heb ik nu even geen tijd voor, want ik moet alweer naar Den Bosch, want daar heb ik vanmiddag weer een seminar. Het was vannacht rustig, maar je hoort wel het geluid van de straat. Het ligt bij een sporthal. Sportoase heet het hier. En ik denk, ik heb het gevonden waar je grijs water kwijt kunt. En dat zal hier wel bij deze sporthal zijn, want ik zie een bord met een camper erop. Ja, inderdaad. Hier is het. Nou, hier kun je dus je grijs water kwijt. En dit is vermoedelijk voor het toilet. Wat het ook kan zijn is dat het voor drinkwater is. Daar lijkt het natuurlijk op. Want je gooit daar 50 cent in. En nou ja, ik ga hier maar geen drinkwater tappen, want ik weet het niet. Of dat voor je toilet is of voor je drinkwater, dus dan maar geen drinkwater. Dus het lijkt erop dat je ook hier blijkbaar je toilet erin gooit. Ik kan me niet voorstellen, maar ja, zo zal het zijn. Maar goed, ik ga in elk geval zo meteen mijn grijs water hier doen. Ja, dat is een beetje alles wat ik kan vertellen over de camperplaats in Brasschaat. Net buiten Antwerpen. En wij zien elkaar weer bij de volgende camperplaats. Dag mensen.